fantastisch. Je kent mij. Een zeurkous ben ik nooit geweest en een zuurpruim zal ik nooit worden. En toch, eerlijk is eerlijk, denk ik niet dat er veel plaatsen op de wereld zijn die ik meer overschat vind dan de zogenaamde rommelmarkt. Liefhebbers blijken de rommelmarkt veelal te associëren met gezelligheid, geldelijk voordeel en een lekker bakje koffie in de buitenlucht. Maar ik zweer je, voor wie, zoals ik, geen koffie lust, liever geen lederen jassen draagt die 6 tot 7 maten te groot zijn, reeds een asbak heeft, geen dringende behoefte voelt om zich een rol touw of de holle kop van een pop aan te schaffen en daarboven niet tuk is op gedwongen lijfelijk contact met in hun eigen bed snuitende marginalen van beiderlei kunnen, is een bezoek aan de rommelmarkt nu niet bepaald een onderneming waarvoor je zondagochtend met alle geweld de wekker wenst te zetten. De opdracht om naar een dergelijke plek des onheils te gaan, ten einde mij daar een ding ter waarde van 5 euro te kopen, over dat ding een tekst te schrijven en die tekst voor te lezen op de nachten, nam ik niettemin met beide handen aan, want je kent mij. Om op de nachten te staan, zou ik desnoods in staat zijn om mijn eigen moeder te verkopen. Ik dus naar de rommelmarkt, die tot overmaat van rampen in Gent de Prondelmarkt heet. Het eerste wat mij in het oog sprong was een pocket van de Russische klassieker Oblomov. Een roman waarin de hoofdpersoon hilarisch genoeg de pakweg eerste 200 pagina's niet uit zijn nest geraakt. Het lijvige boekwerk, zeg maar de Bijbel der Lamlendigen, kostte 1 luttele euro, wat voorwaar niet te veel was gevraagd en in het licht van mijn opdracht zelfs 4 euro te weinig. Maar het echte probleem was natuurlijk dat ik het al jaren in mijn bezit had. Misschien, bedacht ik, kon ik het kopen om het naderhand cadeau te doen aan iemand. Vele van mijn weinige vrienden waren immers enorme leeggangers die zich moeiteloos in genaamde Oblomov zouden kunnen herkennen. Al stond daar wel tegenover, helaas, dat zij bij nader inzien ongetwijfeld veel te lui waren om een zo dik boek te gaan lezen. Het was alweer een zaak van altijd wat, kortom. En ik liet de pocket liggen en zette mijn weg voort. Misschien kan ik een handspiegel kopen, dacht ik. Die dingen lagen daar namelijk te kust en te keur. Anderzijds, ik zag me daar al naar mezelf in een godvergeten handspiegel zitten kijken. Dan kon ik die 5 euro nog beter besteden aan die oude bureaulamp die daar stond. Weliswaar had ik al een oude bureaulamp, maar dat maalde niet, want deze zou bij thuiskomst zeker niet blijken te werken. Te meer daar aan het snoeruiteinde elk spoor van een stekker ontbrak. Dan toch maar beter een doos gekocht met 450 veiligheidsspelden. Een veiligheidsspeld kwam altijd van pas, leek me. Al kon ik mij anderzijds nu ook weer niet meteen herinneren wanneer ik er voor het laatst nog één gebruikt had. Laat staan met welk doel. Inmiddels was ik het. Je kent mij. Meer dan beu geworden daar op die rommel of de sprondelmarkt. En de moed der wanhoop, voelde ik, was pijlsnel bezig mij in de schoenen te zinken. Toen, op dat moment, merkte ik een vaas op die tussen een onoverzienbare hoop andere prularia van het allerlaagste allooi stond. Ik zeg nu vaas, maar het was eerder een vaasje dat stellig niet meer dan zeg 3 à 4 bloempjes zou kunnen herbergen en waarvan de waarschijnlijk helgroene kleur uit betere tijden ondertussen was verschenen tot een mosbruine, welhaast ziekelijke tijnt. Ik stak het onding in mijn zak en stak, blij dat ik eindelijk de knoop had kunnen doorhakken en naar huis kon gaan, de marktkramer een briefje van 5 toe, hem met mijn hele lichaamstaal luidkeels duidelijk maken dat ik, nee werkelijk, koste wat het kost, geen wisselgeld van hem zou aannemen. Dat is 10 euro te weinig, grapte hij vervolgens. Het bleek zo'n echte droogkomiek te zijn, want hij trok er een uitgestreken gezicht bij.
Het eindigde ermee dat ik in verbijstering het vaasje uit mijn zak haalde en aan de gek retourneerde. Ik streek neer op een terras en dronk van mijn €5 twee frisse pilsjes die me, je kent me, wonderwel smaakten. Ik haalde mijn schouders op. Dan maar niet naar de nachten, dacht ik.